De maand november is aangebroken. De ideale maand om te planten en te verplanten in de tuin en direct het benodigde onderhoud uit te voeren. Ook is het verstandig om nu alvast de voorjaarsbloeiers te planten, zodat deze in het voorjaar direct kunnen gaan groeien en bloeien. Een aantal mooie planten voor het najaar. Dus bijvoorbeeld de Calicarpa. Ondanks dat hij toch al kaal is, doet hij hier net een hele mooie, prachtige paarse bessen heeft. En de Penicetum, een lampenpoetser. Dus hele mooie, grappige pluimpjes. Ja, die van eerder uit lijken op poetsers waar ze de olielamp mee poetsten. Als hier rijp op zit, zwinters, dan ziet dat er echt prachtig uit. Dan hebben we hier een mooie Fortunia, een mooie wintergroene plant met mooie rode toppen. Hier hebben we de Helleborus, prachtige plant met die hele mooie bloemen heeft, die echt ja, in de winter bloeit. Vandaar dat hij ook wel kerstroos wordt genoemd. Dan heb ik hier nog een mooie volle Skimmia, een mooie plant, omdat hij toch nog bloeit in de winter. En met hele prachtig mooie rode besjes heeft. Hij blijft ook groen, dus ja, de hele winter staat er iets moois in de tuin. Ja, om de complete tuin opnieuw in te richten, om de straten te veranderen of te verleggen. En wij doen dat deze tijd heel veel, omdat dat gewoon goed te combineren is met het aanplanten van de tuin. Dan kunnen we in één keer het hele plaatje compleet maken.